Deze beschouwing die gaat over het leven in deze zondige maatschappij. Dat vind ik wel een leuke titel eigenlijk. De titel van een beschouwing, dat doet er toch toe hoor. Het moet een beetje aanlokkelijke titel zijn. En ik denk ja, zondig. Dat is een woord met een Z. En een woord met een Z, dat vinden mensen toch wel spannend. En het woord als maatschappij. Ik moet nog een beetje gaan werken aan die titel. Aan het einde van deze uitzending weet ik hem denk ik echt goed. En dat is dan de titel die erboven staat. Moet het dan zondig zijn of onwetend of retards of ja. Nou, het moet niet te negatief zijn. Daar houden mensen niet van. Je moet het wel positief houden. Ik bedoel het ook positief hoor. Ik moet er niet aan denken dat ik zou moeten leven in een maatschappij waarin iedereen zich gedraagt. Ilk. Dan had ik nooit van die ongelooflijk stomme, maffe dingen kunnen uitvreten. Ik heb hem wat uitgevroten, joh. En iedereen vindt dat stom normaal. Iedereen is eigenlijk zo gek als een deur. En daardoor heb ik van alles mogen doen en de meest idiote dingen. Dat was toch eigenlijk wel leuk. Ik heb hem wel vermaakt, hoor. En ik denk, ja, ik vermaak me nog steeds. Morgen ga ik weer lekker aan het werk. Vandaag had ik vrij. Dat vond ik ook wel leuk. Weliswaar kwam ik daar pas achter toen ik op de locatie was. Want er was nog een schoonmaker. En ik stond officieel ingeroosterd. Ik had op mijn strepen kunnen staan. En kunnen zeggen van ja, sorry. Maar volgens het computersysteem sta ik ingeroosterd. Maar dat meisje, een jaar of, het was 24 of zo. Dat is wel een lief kind, lijkt mij. En die had erop gerekend. En dan denk ik, ja, nou joh. Toen zei nog een van die begeleiders van, nou, dan gaan jullie samen schoonmaken. En ja, punt 1, dat hadden we kunnen doen. Maar dat was niet echt nodig. Ik ken die locatie en met z'n tweeën, 4 uur daar schoonmaken. Nou, sorry hoor. En het is bloedheet weer momenteel. Het is meer dan 30 graden. Dus ik zei al van nou, ik ga aan de kant en zij mag werken. Door deze week haal ik mijn, ik heb het nog uitgerekend, 11 uur plus 4 uur. Dus 15 uur deze week. Ik krijg even een sms'je van Wim over de auto vanmorgen. Ik zal hem zo wel even bellen. Dan heb ik mijn uurtjes weer binnen. Ik heb wel mijn drive gevonden hoor. Mijn jive. Mijn draai. Een beetje parttime werken. En dan werk doen waar je met je lichaam beweegt. Ik heb last van zoiets als, dat heet stijfheid, bla bla bla. Een of andere, nou het is iets. Dus, ze weten niet waar het vandaan komt en er zijn ook geen pillen voor. Maar op het internet kan je dan vinden dat het belangrijk is dat je elke dag in beweging komt.
Nou, dat kan ik dan mooi via mijn werk doen. En dan geen 40 uur in de week meer maar. Heb ik ook niet nodig. Ik leef momenteel zo zuinig mogelijk. Maar het gaat de goede kant op. Kan ik een beetje sparen? Ik moet nog even afrekenen met de Belastingdienst. Maar dat lossen we ook wel op. Alles op zijn tijd. En de maatschappijen. Want ik zeg wel dat ik een hoop heb uitgevroten, maar ja, ik heb er niet echt door. Nou, ik heb geen. Nou, dat is ook niet echt waar, want ik heb seks gehad voor het huwelijk. Nou, het hoge woord is eruit. En maar niet veel of zo. Maar dan zag ik zo'n meisje, of zo'n meisje wilde dan seks met mij. En ik heb dat nooit gedaan als ik niet het vermoeden had dat het zou gaan om een langdurige relatie. Maar het is wel zo dat ik seks heb gehad met meisjes. Ja, niet heel veel, maar zonder dat ik eerst zeker wist dat het wat was. Ik pak even mijn thee erbij hoor. En dat was niet oké. Maar voor de rest heb ik niks gedaan. Nee, ik heb nooit gestolen. Ik heb de boel niet opgelicht. Ik heb wel een beetje in de marge heb ik dingen gedaan waarvan je zou kunnen zeggen dat was niet helemaal conform de Nederlandse wet, maar. Maar een kniezoor hoor, die daar op let. En trouwens, ik ga het niet vertellen en dan kan je me moeilijk aangeven. Het ging niet om veel. En niet per se voor mijzelf. Dus. Ik ben niet zo van geld verzamelen en spullen verzamelen. En dat interesseert me eigenlijk niet zo veel. Hè? Of beter gezegd, het interesseert me helemaal niks. Altijd gehad hoor. Verder geen ziekte, denk ik. En het bevalt me ook uitstekend. Ik vind het een van mijn fijnste eigenschappen. Dat ik niet gehecht ben aan spullen of poen of een maatschappelijke positie, zeg maar. Nee, gaat wel lekker. En morgen krijg ik training. Agressiehantering. Vorige week heb ik dat ook gehad. En wat hij dan morgen allemaal nog gaat vertellen, weet ik niet. Er zijn dan twee mensen die geven die cursus. In het kader van het werk is dat dan, hè? Ja, je kan natuurlijk ook als ondersteuner, kan je ook geconfronteerd worden met agressie. Trouwens, dat ben ik al geweest. Er was ook een of andere jongen die ging helemaal uit zijn plaat. Maar er was niet veel aan de hand. Ik zag die vent vandaag nog even. Want ik was dus op mijn werk waar ik tot ontdekking kwam dat er nog iemand was. Hij was er ook. Dus op het activiteitencentrum. En dan worden die mensen ja, bezig gehouden. Ik zei dus gedag tegen hem en hij zei gedag tegen mij. Hij herkende mij wel. Ja, dat was wel leuk. Kijk, dat vind ik dan wel weer leuk. Het was zo iemand mij herkend. Maar die werd een keer kwaad op mij, joh.
Het was volgens mij alleen maar omdat ik ergens was waar hij mij niet verwachtte. En dat hij zoiets had van, ja, jij hoort hier niet. Je bent verkeerd, je zit in het verkeerde pand. Ja, wist hij veel. En die man heeft het volste recht om uit zijn plaat te gaan, vind ik. Want ja, hij zit er niet voor niets. Die mensen hebben allemaal iets aangeborens. En ik rommel zo lekker. En als ik dan in mijn vrije tijd, dan pak ik mijn softwareproject weer op. En ik ben momenteel bezig met het leren van Hebreeuws. Nou, dat is leuk. Dat is weer iets heel anders, hè? Dat doe ik elke dag. Niet heel lang hoor, gewoon een paar minuten per dag. En vandaag heb ik een dubbele oefening gedaan. Vandaag misschien wel 10 minuten of zo. Maar anders is het denk ik 5 minuten. 5 minuten à 10 minuten per dag. Ben je dan bezig met Hebreeuws. Met het Hebreeuwse alfabet. Of zoals ze in het Hebreeuws zeggen, het alefbet. Alef, bet, gimel, dalet, he. We krijgen een he ook weer. Even spieken. Kijk hoor. Alef, bet, gimel, dalet, he, waf. Ja, precies, dat had ik ook gegokt hoor. Waf. En dan zijn. En dan get, tet, jot, kaf. Lamet, mem, nu. Ja, en de rest, dat weet ik niet echt goed. De resh, die weet ik dan nog wel. En de laatste letter. Dat is de tau, is dat. Het is wel een mooi systeem hoor, het Hebreeuws. Je hebt die gematria in het Hebreeuws. Iedere letter in het alfabet. Punt 1, een letter in het Hebreeuws alfabet heeft ook een betekenis. Dus een waf bijvoorbeeld. Dat is dan letter nummer 1, 2, 3, 4, 5, de zesde letter. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de zesde letter. Dat is een waf. En soms moet je die uitspreken als o. Maar zover ben ik nog niet hoor. En soms is het juist een e. Nou, dat komt allemaal nog wel. Maar dan heb je dus, iedere letter heeft een nummertje. En dan nummert dat lekker door tot en met 9. En dan heb je de tiende letter. Dat is toch de J? Ja, dat is de J. Nee, sorry, dat is de kaf. De kaf is de tiende letter. Nou, de elfde letter, dat is de lamed. Die heeft niet als nummer 11. Nee, die heeft als nummer 20. Tjoe. Maar het is toch wel apart, hè? Dat je hebt dus kaf, lamet, mem, nu. En is dus kaf, dus dat klinkt naar k, hè? K, en dan de l van lamet, en dan de m van mem, en de n van nun. Dat is k, l, m, n. Dat hebben wij ook, in ons alfabet. Dat is echt amazing, hoor. En die numerieke waarde, dat is bijzonder. Kan je heerlijk mee fantaseren. Is het woord iets met Jezus of zo, hè? Het woord Jezus.
De numerieke waarde daarvan is gelijk aan het woord slang. Ja, moet je me even snappen. Er hoort dan weer een verhaal bij. Dat past echt precies in mijn leven nu, hè, dat ik nou bezig ben met Hebreeuws. Het is niet zo dat ik nu zeg, dat had ik veel eerder moeten doen. Nee, dat had ik precies nu moeten doen. Het komt helemaal goed uit. Elke dag een beetje. En dan terug naar de maatschappij. Ja, de maatschappij is zondig, man. En nogmaals hoor, ik heb ook zomaar dingetjes gedaan. Maar de echte zondigheid. Hè. En dan zijn we die mensen en die, ja, die weten dat die aanslagen van 11 september, die weten dat dat niet waar kan zijn. Maar ze geven het niet toe, hè. Of ze geven het wel toe, maar het heeft verder geen enkele consequentie. Maar ze blijven nog steeds naar de stembus lopen. Om te zeggen, nou, ik heb, op welke kleur heb jij gestemd? Dan als jij vertelt op welke kleur jij hebt gestemd, dan vertel ik op welke kleur ik heb gestemd. En als je dan tegen die mensen zegt, van ja, hoezo stem je op een kleur? Dan kunnen ze nog boos worden ook. Nou, en het is een verworven recht dat je mag zeggen van welke kleur je bent. En ga jij dat een beetje belachelijk maken, Perry? Alsof je alleen maar op een kleur stemt. Nou, is niet alleen maar een kleur, hoor. Er zit heel veel achter. Want ik stem dus blauw. En nou, dat is niet zomaar blauw. Ik hou van jou. Nee, dat is van de VVD. Ja, ja. Ik stem niet meer, hoor. No way. En mijn dochter, een tijdje terug, die mag dan nu ook stemmen. En die had zo van, ja, ik mag stemmen. Dacht ik, oh jee. Ik zeg, wat ga je dan stemmen? Wat ging ze dan stemmen? Groen of zo. Ja, ik stem groen. Dat is toch erg? Nee, sorry hoor, maar als ik er al terugdenk. Waarom heb ik dat mormel leren zwemmen? Al die energie stop je in zo'n kind. En dan is het 19. En dan stemt het op de kleur groen. Dan denk je dat je alles hebt gehad. Zeg, oh ja, kind. Ja, ik hoop dat ze dit op een dag nog een keer terugluistert. Ja, lieve kind, dit gaat over jou. Nou, ja, je kan zo'n meisje ook niet kwalijk nemen. En aan de andere kant wel, natuurlijk. Maar ja, how smart can you be? Door te denken dat je met aan te geven dat jij van de kleur huppeltje pup bent. Dat je daarmee je stem hebt laten gelden. En dat kan dus niet, hè. Als je het hebt over stemrecht. Ja, dan zou ik dus willen stemmen over dingen als hoeveel geld wij over hebben voor de Europese Unie. Wij betalen momenteel, dus als je kijkt wat de Europese Unie binnenkrijgt, hè, en je trekt daarvan af wat ze dan teruggeven in de vorm van subsidies, dan blijft er een bedrag over natuurlijk. Hè. En dan deel je dat door het aantal ambtenaren wat er werkt bij de EU.
En dan blijkt dat die EU, dat kost in 2017, een paar jaar terug, hè, maar in 2017 kostte dat, of 2016, kostte dat 345.000 euro per ambtenaar per jaar. Nou, en ik zal wel willen stemmen. Ja, wat ik dan vind, wat dat mag kosten, dat Europese project. Mag dat 345.000 euro per ambtenaar per jaar kosten? Ik vind zelf van niet. Ik blijf in leven van ongeveer 1100, 1200 euro per maand. En dat is een beetje aan de lage kant, dat snap ik ook wel. Dus daar moet je wat meer voor. Nou, neem het een ambtenaar dan, dat zo'n man naar huis moet met. Netto bedrag heb je het over, hè? Dus 345.000 netto. Ik zou niet weten wat wij dus kwijt zijn aan zo'n ambtenaar. Hè? Wat die ambtenaar mag uitgeven in de supermarkt en alles, dat moeten wij ophoesten. Dan zou ik zeggen, ja, netto ja, 3000 euro. Dat vind ik mooi geweest, hoor. Dat vind ik het echt mooi geweest. En vakantiegeld, dat vind ik dan nergens op slaan. Maar zeg maar 40.000 per jaar. Nou, dan moet zo iemand ook nog een kantoortje hebben. Dat is een werkplek met internet en computers. Ja, er moet iets van een kantine zijn. Nou, wat moet die werkplek kosten per jaar? Zou ik zeggen 20.000 euro. Vind ik het echt wel mooi geweest. Dus alles bij elkaar zou ik zeggen 60.000 euro per ambtenaar per jaar. Nou, en als jij dan vindt dat het hoger mag zijn, dan ja, de meeste stemmen gelden of zo, hè? Kijk, daar zou ik op willen stemmen. En ik zou ook willen stemmen op het tempo waarin de staatsschuld wordt omlaag gebracht. Dat we zeggen van nou, we hebben nu een staatsschuld van echt belachelijk veel. En dat is afgelopen over zoveel jaar. De staatsschuld terug naar nul. Een staat die hoort helemaal geen schuld te hebben, dat is belachelijk. Ja, toch? Kijk, dat zijn dingen waar ik wel over zou willen stemmen, maar ik ga toch niet stemmen op een kleurtje. En de mensen die dat doen en die vinden dat ze hun stem hebben uitgebracht, ja, die zijn gek. Die zijn mentaal beperkt in hun oordeelsvermogen. En die zouden daarmee. Dus niet mogen stemmen. Dus dat je een soort IQ-test houdt onder de bevolking. En ja, mensen onder een bepaalde grens, die mogen niet stemmen. En een van de vragen is, als je in Nederland uitsluitend mag stemmen op een kleurtje, zou u dan stemmen? En als mensen zeggen, ja hoor, mag ik dan stemmen op blauw? Oh, mag ik stemmen op blauw, groen of rood? Oranje? Ja, nou, dan wil ik wel stemmen. Mooi zo, dan stemrecht intrekken. Als mensen zo dom zijn, dan mogen ze niet stemmen. Ja, dat mensen ook weten van hoeveel met ja, maar wat is de waarde waarmee de zeespiegel stijgt? Uitgaande van hoe die gestegen is in de afgelopen 100 jaar. Is dat een aantal meter, een aantal decimeter, een aantal centimeter, een aantal millimeter? Of heb je het over delen van millimeters? Nou, het correcte antwoord is 1,7 millimeter. Dus het is iets meer dan een millimeter per jaar stijgt de zeespiegel. Nou, als je dat niet weet, dan mag je niet stemmen. Vind ik. Dan weet je te weinig.
moet je eerst naar school. Maar zo denken wij er niet over. Ik bedoel, Jan en allemaal mag stemmen. De meest grote rantebielen die mogen stemmen. Ik was een keer in een café, in de tijd dat ik nog dronk. En die tenten, daar wordt niet overal even goed getapt. En ik was gestopt met het drinken van bier. En ik was overgeschakeld naar de rode wijn. Niet dat die lekker is daar, maar nou, heb je een constante kwaliteit van geen lekkere wijn. Maar dan heb je in ieder geval constante kwaliteit. Een soort azijn met een rood tintje. En dan was ik dat aan het drinken en er stonden wat andere van die intellectuelen om me heen. En ik zei dan in dat groepje van kijk, in dit glas zit zoveel wijn. En dat kost dan lalalala. Maar dan moet je eens even kijken hoeveel belasting erin zit. Dat val je stijl van achterover, man. En ik zei er dus bij van ja, en al die belasting voor een groot deel, dat gaat naar de Europese Unie. Dus wat ik hier zit te doen, is ik zit de Europese Unie te steunen. En dan komt die barman, die loopt langs omdat hij glazen moest halen of zo. En die vangt dan die opmerking van mij op over belasting betalen aan de Europese Unie. En die zegt heel boos tegen mij, nou als je niet bereid bent om de Europese Unie te betalen, dan vind ik dat je maar moet emigreren en oprotten. Het is als we oprotten had hij het over. Dan moet je oprotten uit Nederland. Denk aan. Volgens mij sta jij hier de gasten te bedienen en ben ik de gast. En heb ik geen behoefte aan dit soort corrigerende opmerkingen van de barkeeper. Een homo. Ja, en dat bedoel ik dan vervelend. Hè? Lul van een vent. En hij liep toen met een hele mooie vrouw. Echt een prachtige blondine. Ik hoop dat het uit is. Het is toch zielig voor zo'n meisje om met zo'n vent in bed te liggen. Weer. En ik zie het nu hoor, dat de wereld is, het is van die aanslagen van 11 september, mensen die dan zeggen, wow, het was Osama Bin Laden helemaal niet. Maar 90% van die club die weet niet wie het dan wel gedaan heeft. Dat zeg ik, 95% van die club weet niet wie het wel gedaan heeft. Die komen niet verder als ze, het waren de Joden. Nee, het waren de Joden helemaal niet. Gaat er weg. Ja, maar die waren er wel bij betrokken. Ja, daar heb je een punt. Die waren erbij betrokken, ja. Maar dat wil niet zeggen dat zij het waren. Nee? Ze waren erbij betrokken. En alle Joden? Nee, niet alle Joden. Nee, een aantal mensen die daarbij betrokken waren, die waren van Joodse afkomst. Jazeker. Maar dat zegt verder niks. Dan weet je nog niet dat het de Joden waren die het gedaan hebben. Oh, het waren de vrijmetselaars. Ja, ja. En waar baseer je dat dan weer op, hè? Daar komen die mensen ook niet uit, hoor. Ze komen een beetje lopen brullen van het zijn de vrijmetselaars, want die hebben het gedaan. Ja, waar blijkt dat uit? Het waren de vrijmetselaars, want George Bush die wist ervan. En George Bush die was lid van de schedel en beenderen, skull and bones. En dat zijn vrijmetselaars. Ja. Nou, George Bush was lid van Skull and Bones. En dat is inderdaad zo'n vrijmetselaarsclub. Met inwijdingsrites en noem het maar op. Maar dat wil niet zeggen dat die lui erachter zaten. Die Condoleezza Rice bijvoorbeeld, die was toen minister van Buitenlandse Zaken, was ze? Zoiets toch? Hè? En dat is een negroïde vrouw. Maar, ja, je kan er ook niet zeggen van, oh ja, een Colin Powell,
Die was chef staven. Chief of staffs. Staff of zo. Nou, dat is ook een negroïde man. Ja, dat ga je toch ook niet zeggen. Maar ja, Colin Powell was een negroïde man. En hoe heet ze dan ook alweer? Die lelijke vrouw. Condoleezza Rice. Dat was ook een negroïde persoon. Dus de negers zaten erachter. Dat zeg je toch ook niet? Nou, maar Perry, jij weet het allemaal zo goed. Wie zaten er dan achter? Nou, ik denk dat de katholieke kerk erachter zat. Of beter gezegd, de macht achter de katholieke kerk. De katholieke kerk, dat is een uitvloeisel van Babylon. En die maken heel handig en dankbaar gebruik van de inhoud van de Bijbel. En die zitten erachter, die zaten erachter en die zitten overal achter. Al sinds. Nou, dat was een. Toen Maarten Luther dat aan de grote klok hing. Maar voor de tijd van Maarten Luther met Jan Hus, die Tsjech. Jan Hus, de Tsjech. Dat betekent trouwens Jan Eend. Hus, dat is Tsjechisch voor eend. Ik ga trouwens gelijk even controleren. Leuk hè, zo'n beschouwing over de zondige maatschappij. Translate.google. En dan doe ik duck. Op zijn Engels. En dan vragen we om Tsjechisch. Tsjechisch. Tsjech. Oh, dat is met een C natuurlijk. Wacht even. Ja, Tsjech. Oh, nou, dan staat hier wat anders. Dan staat Kachna. Ja, ken je nou? Wacht eventjes. Hey. Wacht even. Nee, dat gaan we anders doen. Doen we op zijn Nederlands. Eend. En dan detect language. Dutch detected. En dan zet hij weer Kachna. Hey. Nee, oké. Dat vindt hij niet. Nou, zie. Nou, ik heb me laten vertellen dat Hus, dat betekent eend. Maar Jan Hus wist het al, dat de katholieke kerk dat niet deugt. En daarvoor was het Wycliffe of Tyndale. Die haal ik altijd door elkaar. Die wist het ook al. En 100 jaar na Jan Hus kwam Maarten Luther, die Duitser. En toen kwam de grote opleving. En toen kwamen de katholieken terug. Ja. Die hele vrijheidsbeweging, dat wij gevlucht zijn. Laat ik zo zeggen, Nederland werd voor een groot deel protestant. Dus hebben wij onder leiding van Willem van Oranje, hebben wij die katholieken de deur uitgetimmerd en buiten gehouden. Maar die lui die kwamen terug. Joh. En we zijn gevlucht naar Amerika. Nou, Amerika is helemaal overgenomen door die katholieken. En we zijn gevlucht naar Zuid-Afrika. Maar Zuid-Afrika is helemaal ingenomen. Dat feest is helemaal voorbij. Ja, zo gaan die dingen. Maakt het uit? Ik denk het niet hoor. Want ook al besef je dat het de katholieke kerk is die achter al die ellende zit. En in het geval van de aanslagen van 11 september is daar er zijn niet veel harde bewijzen voor. Het is meer, hoe noem je dat, circumstantial.
Dat je denkt, nou, al die andere dingen, dat was allemaal terug te leiden tot de katholieke kerk. Dus dan zal dit ook wel zo zijn. Het is meer zo. De Vietnamoorlog, dat is helemaal uitgeplozen. Dat was de katholieke kerk. En Adolf Hitler was een loopjongen van de paus. Tweede Wereldoorlog was de katholieke kerk. Eerste Wereldoorlog was de katholieke kerk. Nou, ga maar even door. De katholieke kerk, die hebben veel op hun geweten hoor. Ja. Maar als je dat dan weet, hè, wat weinig mensen weten, maar stel je weet het, en dan? Het gaat voor jouzelf, is het om te snappen dat jouw aanwezigheid op deze wereld heel bijzonder is. Dat jij een kind bent van God. Dat God jou geschapen heeft. En dat er zoiets is als de Heilige Geest. En die werkt met jou mee als jij werkt voor God. Dus als jij de wil van God doet, dan komen er dingen op jouw pad waarvan je denkt van hoe? Oeh, nee, maar dat is toevallig. Dat soort dingen moet je misschien niet hardop zeggen, maar ik heb het nou net toch gedaan. En volgens mij is dit waar, hè? En niet alleen volgens mij, dit is volgens heel veel mensen zo. Maar dat zegt op zich niks, daar mag jij er gelijk tegen inbrengen. Ja, dat veel mensen het zeggen, dat maakt niet dat het waar is. Daar heb jij weer gelijk in. En het is mijn geloof dat het waar is. En mijn geloof is mijn geloof. En kijkende naar die zondige wereld met al die verdwaasde mensen die allemaal van die gekke dingen doen en gekke dingen denken. Zo ken ik iemand. En die heeft geen werk, maar die kan wel werken. Maar die heeft het voor elkaar gekregen om ze te doen geloven dat hij. Nou, hij heeft zo moeilijk gedaan bij de arbeidseinsatz. Dat ze van hem af wilden en dachten van nou, hopeloos geval, laat maar zitten. Dus ze hebben hem een uitkering gegeven zonder verder nog tegen hen te zeuren. En hij blij. Ik vind dat. Ik gun het die man. Als. Ja. Zou te ver gaan als ik zou zeggen van. Hij moet verplicht aan het werk gesteld worden of zo. Maar het is niet zoals ik het doe. Hij heeft letterlijk gezegd tegen die lui van. Tegen bepaalde functies van. Waar hij zo had kunnen binnentreden. Hij heeft hij gezegd, nee, dat doe ik niet, want dat is beneden mijn opleidingsniveau. Ja. Ja, en ik ben momenteel ondersteuner in de gehandicaptenzorg en daar loop ik met achter een waskar. En mijn opleidingsniveau is landbouwkundig ingenieur. En hij werkt dan helemaal niet, hè? Een suiperjongen. Nou, die tankt er ook iets van, ja, toch zeker 4,5 liter zwaar bier per dag, als het niet 5 of 6 is. En wiet erbij, en tabak natuurlijk, om die wiet weg te roken. En die zijn vertelde dan,
dat hij nog steeds last heeft van het feit dat hij destijds als kind de mazelen heeft gehad. Hij is pro-vaccinatie. Hè? Hij vindt dat iedereen verplicht moet worden om zich in te enten tegen mazelen bijvoorbeeld. Daar is hij echt helemaal voor. Terwijl hij de mazelen heeft gehad en hij is nog steeds in leven. Ja, zit hij, maar daar heb ik nog steeds heel veel last van. Want ik moet er echt om denken dat ik tegenwoordig en zo in mijn hedendaagse leven, dat ik wel voldoende eet. Want als ik niet oplet, dan eet ik soms een hele dag niet. Ja, maar punt 1, je werkt helemaal niet. Je ligt te ruften in je bed tot een uurtje of twee 's middags en dan kom je eruit. En dan ga je bier drinken en dan ga je tabak roken met wiet erbij. En dan ga je kijken naar je computerscherm en weet ik veel. Dan ga je je pornoverzameling even opfrissen of zoiets. En het feit dat je dan een hele dag niet eet, dat wijt je dan aan het feit dat jij, want hij is inmiddels ook vet in de 50, dat je 40 jaar geleden de mazelen hebt gehad. Nou hoor, je zal de mazelen hebben gehad. Meestal heb je de mazelen als je een jaar of 8 bent. Hè? Dat is dan bijna 50 jaar geleden. En ik zeg van nou, als die vent per morgen aan de baan moet en dat die trappenhuizen gaat schoonmaken of een andere edele functie. En dat er dan op toe wordt gezien dat meneer niet 4, 5, 6 halve liter zwaar bier per dag wegtinkt. En ook niet elke dag stoont. Nou, dan hoef je denk ik niet bang te zijn dat hij ook maar één dagje eten over zal slaan. Nou, dat is wat ik denk. Dan zijn gedachten van ja, dat komt omdat ik destijds de mazelen heb gehad. En daarom heb ik nu wel eens dat ik dan één dag zo helemaal niet eet op een dag. Dream on, baby. Maar daar is de maatschappij mee vervuld met dit soort mensen die zo denken. Ik las een keer in de krant dat ze van plan waren om kleine kinderen, zeg maar van een jaartje of 5, om die op school in het kader van de seksuele voorlichting, dat ze die kinderen zouden gaan leren te masturberen. En dat klassikale, hè, dus allemaal de onderbroekjes uit en dan de jongens tussen de meisjes liggen en dan gaan we lekker masturberen. En mijn zus die werkt in het onderwijs. En ik was dat aan het voorlezen dat het in de krant stond. Zeg, het stond in de krant, in de Volkskrant, op de voorpagina. En ik zei dus zo, waar moet je kijken wat ze nou weer van plan zijn. En mijn zus zo heel geïnteresseerd van, oh nee, maar dat, dat teken ik voor hoor. Dat wil ik ook wel gaan leren aan het gut. Dus ik keek mijn zus aan, ik denk, ja, ik denk dat ik toen een blackout kreeg of zo. Dat doe je toch niet? Nou, wees nou eerlijk. Waar mijn zus zo'n opmerking vandaan haalt. En dan kan jij zeggen, nou, maar dat bedoelde je zus als grapje. Nou, hoe kan je dat nou stellen? In elk geval zag mijn zus niet de ernst van het krantenbericht in. Het is nou typisch niet de taak van de overheid om kinderen te leren masturberen. Lijkt mij. En dat je je kind verplicht naar het onderwijs moet sturen. Als je ergens over zou moeten stemmen, dat.
Willen wij, wil je wel dat je kind, dat je je kind verplicht moet sturen naar het onderwijs? Ik vind van niet. Ik vind dat als er kinderen zijn die graag naar school willen, die moeten naar school kunnen. En die ouders horen daarvoor te zorgen. Dus als een kind niet naar school kan, dan moet hij een hulplijn kunnen bellen en zeggen van, nou, je spreekt met Pietertje en ik wil graag naar school, maar mama is iedere dag dronken en die brengt me niet. Want die moeders die ken ik, hè? Die hebben geen s'nachts over voor hun eigen kind. En dan moet zo'n kind kunnen klagen. Dus een kind wat naar school wil, de ouders moeten dat faciliteren. Die moeten daar behulpzaam bij zijn, dat het kind ook naar school kan. En dan moet het ook boterhammetjes meekrijgen en wat te drinken. Tuurlijk. Maar zonder meer stellen dat ouders verplicht kinderen naar het onderwijs moeten brengen, nee. En ik vind ook dat het zo moet zijn dat een kind mag zeggen van, nou, ik wil 2 dagen per week wil ik naar school. En de rest van de tijd wil ik lekker buiten spelen. Ah, dat moet ook kunnen. Vind ik hoor. Want ja, wat heeft een kind nou te leren op school? Ja, de lagere school heb ik het dan even over. Dan, ja, wat moet een kind nou leren? Moet het alfabet leren? En leren lezen? Maar dat moet leren rekenen. Nou, voor de rest zou het handig zijn in deze tijden dat een kind blind leert typen. Maar dat ga je toch niet verplicht stellen. Dus dat mogen sommige kinderen leren. En ja, kinderen willen leren schrijven. Dat is ook niet echt noodzakelijk meer tegenwoordig, maar dat kan handig zijn. En dan een kind op schrijfles, natuurlijk. En kinderen dat willen, kunnen. Maar meer heb je die kinderen niet te leren op de lagere school. Ik zou niet weten wat. Omdat ze, dus die kinderen nu, ja, mijn dochter heeft het ook het hele traject gedaan. Vanaf de 4e jaar of 3e jaar, echt, maar heel jong was ze, dan moest ze er al naartoe, man. Nou, je hebt er geen donder geleerd. Echt, geen sodemieter. Die kon niet eens staart delen. Toen ze klaar was met de lagere school. Maar hadden ze geen tijd voor gehad. De tafels en zo kon ze ook niet. Er werd ook gezegd hoor, van ja, we leren kinderen niet meer echt dat rekenen wat vroeger gedaan werd. We leren kinderen wat trucjes van 4 keer 25 is 100. En dat kunnen ze dan heel snel. En 100 gedeeld door 4 is 25. Dat kunnen ze dan ook. Maar dan heb je het gehad. Wij leren kinderen niet hoeveel 137 gedeeld door 11 is. Dat doen we niet meer. Dat moeten de ouders zelf maar doen. Ja. Een zondige wereld hoor. Een zondige wereld met domme mensen. Die dat niet in de gaten hebben. En dan denk ik van, ach. Ik ben lekker Hebreeuws aan het leren. En morgen krijg ik dan een cursus, ga ik weer de tweede cursus in. Van hanteren van agressie. Er zijn best aardige mensen die met me daar zitten. Dat vind ik nou wel leuk. En dan ben ik om een uurtje of nou, 2:30 of zo zijn we klaar. Dan ben ik om 3 uur de auto afleveren. Oh, en dan ben ik 3:30 ben ik thuis. En morgen wordt het bloedheet. Weer. Dus ga ik morgen een milkshake maken voor mijn eigen. Dus dan moet ik even langs de supermarkt. Maar dan loop ik vanaf Wim Kruidentuin loop ik naar huis en loop ik toch langs de Alpen te gaan. Dan haal ik daar even een grote bak met van het roomijs.
En een pak melk. Dan gaat deze meneer lekker milkshake maken. En ik hoef morgen niet te koken, want ik heb gisteren gekookt. Spaghetti bolognese. En er is nog over, dat ga ik morgen eten. En aan woensdag moet ik weer echt aan het werk. Want morgen is niet echt werk, hè. Dat is alleen maar cursus hanteren en agressie. Ha, 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 ha. Het is meer de tijd uitzitten, hoor. Maar het is wel interessant. En ik krijg ervoor betaald, dus ja, wat zal ik zeiken? Ja, mijn eigenlijke doel in het leven, wat ik echt belangrijk vind, dat is dat ik op zoek gaan naar de moraal en hoe ik daar vorm aan moet geven en dan omgaan met mijn dochter. Ze belde vandaag, erg leuk. Volgende week maandag gaat ze mij bellen en dan maken we een afspraak en dan komt ze weer eten. Het is nou zo'n beetje een gewoonte geworden dat ze eens in de 3 weken, dan komt ze bij me eten. Is een paar uurtjes bij mij, niet echt lang. Moet ze altijd weer weg? Moet ze weer naar mama? Oh, 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 oh. Ze woonde dus in Nijmegen. Het is ook een verhaal, ik te bescheuren hoor. Ze woonde in Nijmegen. En toen was ze bezig met haar stage te regelen, maar daar heeft ze niet echt vaart achter gezet. En ze zou dus een stage geregeld kunnen hebben in Nijmegen, maar dat is er mooi aan haar neus voorbij gegaan. En nou heeft ze dan een tweede keusstage en die is dan in Lunteren. Nou, dat kan dan nog steeds prima vanuit Nijmegen, hè? Maar madame heeft dan besloten om de kamer in Nijmegen op te zeggen en in Arnhem te gaan wonen. Weer terug. En waar heeft ze dan een kamer gevonden? Ja, om de hoek bij de moeder. Oh, 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 dat heeft ik weer. Ik heb het ook vandaag tegen haar gezegd, hoor. Wat ben je nou voor een papkindje? Terug naar je moeder. Ik wil naar mama toe. Nou, die moeder die haar verwaarloosd heeft, die haar mishandeld heeft, die de godganse tijd de baas loopt te spelen. Nou, die moeder is haar ongelooflijk aan het binden. Die moeder die ziet haar kind als een verlengstuk van zichzelf. Die ziet ze als de vriendin die ze altijd had willen hebben. Namelijk de vriendin die precies doet wat zij zegt. Die moeder van haar die had vroeger op school geen vriendjes en vriendinnetjes. Nee. Want kinderen houden er helemaal niet van dat een van beiden de godganse tijd alles loopt te bepalen. Die willen ook zelf een keertje wat kunnen kiezen. En niet alleen maar doen wat een ander zegt. Hè. En mijn dochter die doet dat precies wat de moeder zegt. En mijn dochter vindt dat heel normaal. Want ja, zo is dat toch. En dat hoort zo hoor. Je moet precies doen wat mama zegt. En dan denk ik, ach, wat zal ik me er druk over maken? Ik vind het niet goed hoor. Ik vind het puur ongezond wat ze doet, maar... Ja, ik bereik er niet veel meer mee doordat de godganse tijd tegen haar lopen te vertellen. Ik lach er gewoon uit. Kijken of dat helpt. Niet te moeilijk over doen hoor. Zij moet het zelf maar... Ja, zij moeten zelf in de gaten krijgen, onder ogen zien en dat soort dingen. Tja.
Ik heb er verder niet veel over te zeggen. En dat vind ik ook goed, hoor. Kind is 19. Zo, nee, ja, ik vind dat zij het zelf moet doen. Ze bekijkt het maar in die zin dan, hè? Niet liefdeloos of zo. Maar die houding naar haar moeder toe, dat moet langzamerhand, moet dat een, moet zeggen, een, langzamerhand moet dat voor haar duidelijk worden wat er aan de hand is. Dat haar moeder een, ja, die heeft een ernstig jeugdtrauma en een grote leegte in zichzelf. En haar moeder ziet het dan als de taak van mijn kind om die leegte die die moeder heeft in te vullen. Zo van, ik kan mezelf niet gelukkig maken, dus dan moet mijn kind dat maar doen. En mijn dochter is hartstikke slim en heel erg geïnteresseerd in psychologie en psychiatrie en zo. Ja, die kan de moeder en zichzelf als studieobject nemen. Dus ik zie dat positief in. Het is alleen aan mijn kind om dat op termijn onder ogen te zien. En het gaat mij natuurlijk niet snel genoeg, maar ja. Ja, leren gaat langzaam. Met het Hebreeuws waar ik nu mee bezig ben, dat Hebreeuwse alfabet, dat kan ik dan tot en met de eerste 10 letters of zo, weet ik dan de namen van de letters, maar dan, ja, dan wordt het bij mij ook moeilijk. Nou, iets meer dus, hè. Jot, en dan krijg je get, tet, Kaf, Lamed, Mem, Noen. En dan krijg je die sigma, die Griekse sigma, maar dan gespiegeld. Oh ja, en ik kan David kan ik schrijven op zijn Hebreeuws, ook dat. En Abba kan ik natuurlijk. En Ima, dat is mama. Ik weet hoe je water schrijft en brood. En melk, dat weet ik nog niet helemaal. Maar dat staat in mijn boekje. En houden van of zo, daar ben ik ook mee bezig. En nou, kortom, dat gaat allemaal heel langzaam. Maar dat leren gaat voor mijn dochter dan ook heel langzaam. Dat moet ik accepteren. Komt tijd, komt raad, hoor. Toch? He? Alles kost tijd. En in deze zondige wereld waarin het allemaal zo langzaam gaat. En er zit wel vooruitgang in, hoor. Echter zijn dingen aan het ontwikkelen. Dat gebeurt wel degelijk. Tuurlijk gebeurt dat. Maar het gaat langzaam. En het is iets voor ons om te accepteren. Meer niet. Ja? Hartstikke leuk dat jullie geluisterd hebben. Ik stel het erg op prijs. Jullie zijn waarschijnlijk al lang in slaap gevallen. En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.